Daan Brielsma en Lara van Ruiven hebben donderdag de laatste twee individuele Nederlandse startplekken voor de Olympische Winterspelen in PJ bij het short track toegewezen gekregen. Brielsma was al zeker van een plek in de Relaploeg en mag ook de 500 meter en de 1000 meter rijden. Hij kreeg de voorkeur boven werf op de 1000 meter. Van der Ruiven had beide vrouwen al een plek in de Renlaploeg en ze wist dat ze mocht starten op de 500 meter. Daar is nu de 1000 meter aan toegevoegd. De 30-jarige Brilsma doet in P.J. Pyeongjan voor het eerst op een individuele afstand mee aan de winterspelen. In 2014 maakte hij in Sochi wel deel uit van de Renlaploeg. Die door een vroege wal in de finale genoegen moest nemen met vierde plek. Ook de 25-jarige van Ruiven reed in Sochi op de rela. Individueel was ze vier jaar geleden alleen actief op de 500 meter. De winterspelen in Peonchan beginnen op 9 februari en duren tot en met 25 februari. In Sochi pakte Shinki Knecht de eerste Nederlandse short -track medaille ooit op te spelen. De Fries, die ook dit keer de grootste Nederlandse kanshebber is op perimetraal, pakte toen brons op de 1000 meter.